Dit is RTI met het programma Kijk Hilversum. Met deze week dag 1, 2 en 3 van de avondvierdaagse. Morgen dag 4. Slechtvalk in de Vitustoren. De zomernota 2011. Impressie van de paardenkoersen in de Meent. En na het nieuws in platform H, de hospice aan de Borneolaan. De avondvierdaagse is er weer en dat betekent voetenwerk en mogelijke problemen. Wat betekenen voeten voor een podotherapeute? Die dragen ons, hè. Dus kijk, we lopen, we staan en op zich zijn voeten natuurlijk relatief klein als je het vergelijkt met ons hele lichaam. Dus die hebben behoorlijk wat te dragen. Vaak door ook verschillende oorzaken, bijvoorbeeld de verkeerde schoenen, komen daar klachten uit. Klachten die uit een verkeerde voetstand voorkomen, rugklachten, knieklachten. Of mensen met extreem ingroeide nagels, die behandelen we ook. En mijn specialisme is dan de diabetische voet. Dus mensen met diabetes kunnen wat meer complicaties krijgen aan de voeten. En dat behandel ik dan specifiek. Wat ik dus het meeste tegenkom is dat mensen geen goede schoenen aan hebben. En vaak te klein, te smal. Een slechte wreefsluiting bijvoorbeeld, dus dat mensen uit de schoen slippen. Wanneer je goede schoenen draagt, kan je heel wat klachten voorkomen. We maken tegenwoordig met de computer een voetafdruk en daar tekenen we de zolen op in. En de computer die maakt het begin van de zolen. Zo. En vanuit hieruit kan ik dus een zooltherapie bedenken. En dat teken ik met het programma teken ik dat in. Ziet er zo uit. Nou, uiteraard moeten we dan kijken van nou goed, ze moeten nog iets lager geslepen worden of moet er nog iets in de voorvoet bij of iets dergelijks. Dat maken we zelf af. En dan plakken we dat af met leer en dan heb je een zool. Veel voorkomende therapie is een orthese, een siliconenorthese. Als mensen heel erg klauwende tenen hebben, dan krijgen ze dus druk op die tenen. Dan maak je een orthese en die komt dan zeg maar zo onder je tenen te zitten. En dan worden de tenen gestrekt. Nou, en dan hebben we het kleinste therapietje van een podotherapeut. Een nagelbeugel. Mensen met een hele kromme nagel, die kunnen dus ingroeide nagels krijgen. Dat haakje, dat komt om de nagel te zitten. Dat ligt dan zo plat op de nagel. Die beugel die trekt als het ware die nagel recht. Dus na verloop van de tijd zie je dus dat mensen weer een rechte nagel hebben. En geen last meer. Ik loop mee. Mijn kinderen zitten op de basisschool. Dus ik zit ook in de organisatie. Dus ik loop mee en ik organiseer mee. We lopen dit jaar voor de 64ste keer in Hilversum. We schatten nu op 2600 wandelaars. Daar komen er waarschijnlijk nog een aantal bij. En vooral de laatste avond voegen daar heel wat mensen bij, want dan lopen ook heel vaak de ouders gewoon mee. Dus dan komen we wel ruim aan de 4000 wandelaars. Ik kijk ook veel naar de voeten, want heel veel kinderen lopen toch op, ja, vaak verkeerde schoenen. Want dan willen ouders niet speciaal wandelschoenen aanschaffen voor één keer zo'n evenement in het jaar. Of ze worden aangeschaft en dan lopen ze het andere jaar er ook nog mee. Maar dan zijn ze net iets te kort bijvoorbeeld. Als de schoenen verder goed zijn, dan in ieder geval sokken aan. Want als ze met blote voeten gaan of dat die kousenvoetjes als dat op gaat rullen, dan krijg je blaren. En zeker als het regent, dan moet je daar ook wel op berekend zijn dat ze dus niet nat worden. Want dan gaat het ook zeer en dan gaat het schijnen. We hebben bij de inschrijvenavonden hebben mensen gelijk een startrijnummer gekregen, of een letter. En bij achter die letter starten ze op. En dan wordt er volgens de ABC-loting het startsein gegeven dat het rijtje mag gaan lopen. En op die manier starten we dan. Ja, je hoeft niet echt getraind te zijn, maar je moet wel zorgen dat je doorloopt. Als je gaat slenteren, dan krijg je ook vaak wel last. Zorg dat als er blaren zijn, dat je die goed verzorgt. En bijvoorbeeld afplakt, dat je achter die blaar het afplakt, zodat er geen druk meer op komt en dan geneest je het ook vaak. We hebben 35 verkeersregelaars. Die zijn echt de hele avond bezig. Vooral bij de oversteek Wasmeer op de Minkelenstraat Antonie Fokkerweg.
de weg over Annershoeven. En bij de voormalige zeler, Armenpoort Sherpa, die oversteek, daar zijn ze echt alle avonden bezig. Wat is dat? Dit is pepermuntjes. En er zit rood. Ja! Ben je goed voorbereid? Ja, ik ben heel erg goed voorbereid. Ja, absoluut. En dit zijn de schoenen die de benodigde schoenen voor zo'n lange rit als tocht als vandaag? Dit zijn hardloopschoenen en ik hoef niet hard te lopen, maar ze zitten goed vast en er zit een goede afwikkeling in. Dus dat is goed voor te wandelen. Ja. En let je dan nu als podotherapeut ook extra op andere mensen die met schoenen? Ja, absoluut. Want ik vind het altijd gewoon toch wel jammer als kinderen op niet dempende schoenen lopen, bijvoorbeeld tennisschoenen. Wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet geschikt is om te wandelen. En dat vind ik dan wel jammer. Maar kinderen hebben over het algemeen weinig last ergens van. Dus maar goed, als ze maar goed passen, dan ben ik al tevreden. We gaan vanavond richting Sherpa. Dat is een mooi terrein. Veel nieuwbouw. Verstandelijk gehandicapten. We zijn blij dat we daar overheen mogen. En morgenavond gaan we over Armenpoort. Een identiek terrein. Ook veel nieuwbouw. Dus dat worden twee mooie avonden. Na zo'n avond vierdaags is het voetenbadje wel lekker. Even voetenbadje, daarna voeten omhoog. Even lekker insmeren. En dan herstelt het wel snel weer mooi. Op de tweede dag van de avondvierdaagse nemen we een kijkje bij de rustplek van de tocht. De plek waar elke school haar standje heeft en waar de lopers even wat kunnen eten en drinken voordat ze weer verder gaan. But not for long, the future is coming on, it's 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 coming on. Yeah. I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. But not for long, the future is coming on. I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Onder fraaie wolkenluchten toog men massaal met de fiets naar Wasmeer voor de derde dag van de avondvierdaagse. Wat doe je als je blaren hebt? We spreken met de EHBO. Mijn taak is om de mensen te helpen met blaren die ze tijdens het wandelen opgelopen hebben. En dan proberen we ze weg af te plakken zodat ze weer verder kunnen lopen. Wij hebben nu met 8 man lopen. Dus dat is aardig wat voor vanavond. En normaal gesproken met 6, maar met 8 man is even lekker beter. Zijn er veel gewonden? Nou, gewonden zijn veel blaren. Dat valt, gisteren kregen we in één keer een stuk of 5, 6 mensen met behoorlijke blaren. En die hebben die behandeld en dan die lopen hoogstwaarschijnlijk wel weer. Geen andere kwaaltjes alleen? Ja, schaafwondje of tegen een paal. Tegen een paal, ja. Zijn er veel uitvallers, mensen die stoppen met de avondvierdaagse? Wij hebben er vandaag 2 gezien die eruit gevallen zijn. Met blaren, die konden niet meer lopen. Dus ja, helaas. Waarom werk je daar bij de EHBO? Ja, het is een hobby, een beetje uiteengelopen hobby van ons. Ja. En we zijn een aparte ploeg binnen de EHBO. We hebben een hulpbrigade is dat. En die krijgen dan ook wat andere lessen en ook wat meer gericht op de praktijk. Onder andere met voetballen zitten we er, met dansen, circussen zitten we er. En daar ook nou met de avondvierdaagse hebben we dan een avond. En dan krijg je speciaal hoe ze dat in
blaren moeten behandelen. En dan krijgen we dan daar les in. Het is vanuit de sportvereniging of is het gewoon... EHBO Hilversum. Onze tas om bij de evenementen te staan, dan hebben we alles bij de hand. Zoals pleisters en driekante doeken en dat soort dingen. In de toren van de Vituskerk is in 2004 een nestkas voor slechtvalken geplaatst. Waarom is dit toen besloten? Nou, eigenlijk op verzoek van het kerkbestuur. Het kerkbestuur had heel veel last van koutjes en duiven. Die dus op de kerktoren en in de bomen gingen zitten, slapen vooral ook. En er waren hele groepen en die poepen alles onder. En dat is ja, slecht voor de stenen en de leitjes. En in die tijd was er net een grote restauratie gaande. Dus hebben ze bedacht, kunnen we daar iets tegen doen, dat dat ook tot een eind komt. En een van de mensen van het kerkbestuur, die wist dat er in het verleden wel eens een valk had gebroed in de toren. Een torenvalk. Dus ze vroegen, kunnen we nog weer eens kijken dat die terugkomt in de toren? Hè, door een nestkast te plaatsen voor die torenvalk. En nou goed, toen ben ik om advies gevraagd. En toen heb ik gezegd, nou, een torenvalk zal de koutjes en de duiven niet wegjagen. Maar als het lukt om een slecht valk te krijgen, dat is een veel grotere valk. En die vangt koutjes en duiven. Dan zou het wel goed zijn dat die kouwen en duiven wegblijven. Hoe bijzonder is het dan dat een slechtvalk binnen in de binnenstad leeft? Ja, dat is toch bijzonder. Kijk, als je alleen al kijkt, het is voor het eerst dat in de hele regio Gooi en Vechtstreek dat deze vogelsoort hier broedt. In heel Noord-Holland hebben er nooit meer dan 5 tegelijk gebroed de afgelopen jaren. In heel Nederland ongeveer zijn er nu zo'n 100 broedpaar. Maar in 2004 waren het er dus maar 16 paar. Dus het is toegenomen. En hoe kan het nou dat het toegenomen is? Nou, dat is eigenlijk dankzij de vrijwilligers die op heel hoge punten, zoals torens en schoorstenen, gebouwen, die grote kasten geplaatst hebben. Kunt u iets vertellen over deze vogelsoort? Nou, wat er hier in broedt nu voor het eerst is een slechtvalk. Slechtvalk was tot een jaar of 16 geleden eigenlijk in Nederland uitgestorven. 16 jaar geleden is de eerste op een kerncentrale weer gaan broeden, want die dacht daar rotsen te vinden. Steile wanden, dat hebben ze graag en er is toen een kast geplaatst en toen was er een eerste broedpaar. Er zitten nu in Nederland zo'n 90 broedpaar en voor het eerst nu ook in het Gooi. Het aparte aan deze locatie is dat het dus een kerk is en het is de eerste slechtvalk in Nederland die echt in een kerktoren, in een kerk gaat broeden, waar dus die in gebruik is en in een stedelijke omgeving. Is dit een beschermde diersoort? Slechtvalk is een van de toppredatoren qua valken betreft. En het is zeker een rode lijstsoort. Een rode lijst is samengesteld door vogelbescherming. En dat wil zeggen dat die soorten extra aandacht hebben om te beschermen. En als het kan proberen ze ook de habitat, dus ook zeg maar het voorkomen, te verhogen. En dat doen ze dan door middel van plaatsen van nestkasten. Nou, hoe groot kan ongeveer zo'n slechtvalk worden? Zo'n slechtvalk, ja, we hebben net even gemeten en gewogen. Kijk, dit is een vrouwtje. De mannetjes zijn ongeveer 900 gram. De vrouwtjes gaan ver boven een kilo. En dan moet je denken aan 1200 gram. En dat wil zeggen dat een van de grootste valken is. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met een torenvalk die net 200 à 300 gram weegt. Dan is die gewoon 4 keer zo groot. En dat zie je ook. Ik heb zo'n klauw gemeten. Dat is echt gigantisch. Maar dat moet ook. Zij moeten zo'n prooi. En dan moet je denken in de vorm van bijvoorbeeld een Vlaamse gaai. Moeten ze in één keer goed stevig beet kunnen pakken. Zij maken een val vanuit de lucht. Dus ze gaan eerst omhoog. Ze zien die vogel onder vliegen. En ze maken een duikvlucht. Tijdens die duikvlucht kunnen ze dus gigantische snelheden bereiken. In de vorm van rond de 300 km per uur is er gemeten.
In de burgemeester- en wethouderskamer werd de zomernota van 2011 gepresenteerd met de richtlijnen voor de voorgenomen bezuinigingen. Wat is de kern van de zomernota? Het is een hele forse stap in het bezuinigingsproces. Een moeilijk proces wat we op gedegen en zorgvuldige wijze hebben ingezet. Er moet nog heel veel gebeuren. Wat we willen, dat is de sociaal en financieel zwaksten, die willen we niet de rekening laten betalen. We willen de woonlasten willen we zoveel mogelijk stabiel laten zijn. Er komt nog inspraak op de 15e juni, is daar het een en ander voor georganiseerd. Frans zei net al dat we ook in eerste instantie hebben gekeken hoe we in eigen vlees moeten snijden. Dat is dus inderdaad een resultante van alle onderzoeksopdrachten die we hebben uitgevoerd. We hebben niet van tevoren gezegd, er moeten zoveel mensen uit. We hebben gezegd, we gaan inderdaad kijken naar onze taken, onze ambities. En uiteindelijk leidt het inderdaad, zoals Frans ook zei, tot minder formatieplaatsen die je daarvoor nodig hebt om dat uit te voeren. Als je ziet, en dat staat ook op de zomernota pagina 7 in de tabel, dat we uiteindelijk op formatie besparen 4,8 miljoen euro in 2016... Ja, we moeten ook nog verder gaan praten natuurlijk met tal van derden, de diverse instellingen, maar ook de organisaties van het gewest, de veiligheidsregio, ik noem een SBS, ik noem een VEGSA, et cetera. Nou, dat is de hoofdlijn. Nou, wie gaat het eerste merken dan? Ja, kijk. Nee, een eerste, we gaan nu volop praten met tal van instellingen enzovoort, zoals ik die net al heb genoemd. Dat gaat simultaan op, dat proces. En iedereen zal voor zijn of haar organisatie in gesprek met ons gaan over de bezuinigingsvoornemens. Wat Frans zei, de bezuinigingen die we verder doorvoeren, bestrijken natuurlijk alle beleidsterreinen. Het gaat om sport, het gaat om cultuur, het gaat om welzijn, om WMO. Maar het gaat ook heel veel om instanties in de regio, veiligheidsregio, gewest. Ook daar moeten we heel streng kijken naar efficiëntie, takenreductie. Maar uiteindelijk zal iedereen direct of indirect toch wel iets van merken. Iedereen lijdt pijn, dat heb ik voorgaand jaar gezegd. En de realiteit is dat zich nu ook gaat afspelen. Afgelopen woensdag waren de grasbaankoersen in de Meent. We kijken achter de schermen en naar een aantal koersen. Attentie, kom naar de Hilversum Meent. Om 3:30 is het grasbaan draverijen. Er doen meer dan 100 paarden mee voor de Zulky. U moet het zien, u mag het niet missen. Zegt het woord. We hebben natuurlijk in Hilversum altijd een drafbaan gehad. En wij zetten dat als liefhebbers met z'n allen hier ook voort op de Hilversumse Meent. Bij meneer Jansen, die dat ook prachtig vindt om te doen. Ik heet Zach Jansen. En ik ben hier voorheen. Was ik de leider hier, hè? 8:30 ben ik gestart. Oké. Okay. Kortenhoef, Schravenland, Molenend, Hilversumse Meent. Loodijk. Mijn functie is een beetje vrijwilliger en alles een beetje opduwen, zo'n beetje. Dat het allemaal klaar komt op tijd, weet je wel. Het is een uniek gebeuren dat het weer in leven is geroepen. Het was eigenlijk een beetje helemaal van de kaart. Maar nu we het hier op de Hilversumse Meent zo'n prachtige locatie hebben gevonden om dat weer te gaan herleven, is het toch weer voor elkaar gekomen. Dit is het derde jaar en we vinden het nog steeds leuk. Hey? We doen het voor, ik hoop dat er morgen 4000 mensen komen en daar doen we het voor. Ik ben eigenlijk wel dorpsoproeper, dat is een oud gebeuren. Vroeger heette het aanzegger. En we uiteindelijk nou een beetje mooi weer, dus ik hoop dat er ook mensen naartoe komen. Attentie! Om 3:30 is de start. Hij is wat aan de droge kant, want het is al een tijd droog geweest natuurlijk. Maar goed, misschien gaan we morgen nog even sproeien, morgenochtend. En dan gaat hij als een trein gaat hij dan. Het is nog gekeurd ook, hè? Ja, nou, hij wordt weer gekeurd. Morgen hoort vroeg wordt hij gekeurd. Maar hij ligt er zo bij dat ze hem niet af kunnen keuren.
Nee. Het is een van de mooiste banen van Nederland, hè? Ik ben even aan het knopen, want we moeten even een beetje gezellig maken. Ik ben er elk jaar, dus ik moet mijn man een beetje helpen. Ik doe hier allerlei werkzaamheden, van een kozijn inmaken in die wagen, plateau erbovenop, plateau ervoor met de omranding. Ik ben nu bezig met de tribune om de achterkant voor leuning. Waarom wordt die graven voor geluid? Dan steek je diep voor de paarden, dat ze er niet achter blijven haken. Een beetje de prijzen vast, daar gaat het om, hè? Oké. Okay. Daar gaat het om. Ja. Ze bedoelen dat we hier even kijken met, samen met de verkeersregelaars het verkeersaanbod in goede banen te leiden. We verwachten, begrepen 4000 toeschouwers, dus er zal een aardig aanloop zijn van voertuigen. En dan moeten we hier over die smalle weg en over de aanloop naar, naar de main. Paarden, honden, vind ik allemaal prachtig. Ja. Levende haven is altijd mooi, hè? De kleuren van de rijders op te schrijven. Want iedere koers heeft een ander kleurnummer. En als nou de paarden straks voorrijden, en dus van de vijfde of de zesde koers, of wat dan ook, of van de tweede koers of van de eerste koers, dan kun je al zien of dat paard het een beetje goed doet. Dit is het rugnummer voor de paarden. Het dient elke koers heeft een andere rugnummer. Dit is de roze, dus koers 10. En het varieert. De ene koers heeft geel, de andere ligt groen. Dat kennen we een beetje de paarden in de gaten houden. Als ik de kleuren niet weet, dan kan ik ook niet zeggen dat het hier loopt in de vierde of vijfde koers namelijk. Als het weer zo blijft, dan hebben we een mooi droog baantje en dan komen we geen moddermannetjes tegen. We hebben natuurlijk paarden van andere mensen bij ons op stal. Daar leven wij van. Dus wij beleren, wij trainen en we brengen ze uit in de koers van andere mensen. Ik vind het prachtig. Vooral met dit weer is het natuurlijk mooi. Het is de eerste keer dat we in Hilversum zijn, ja. Ja. Vindt u het ervan? Prachtig, een prachtige baan. We hebben net een rondje gelopen, geweldig. We gaan zometeen naar de Hoef Smit, die is nog even bezig, dus dan loop ik even een rondje of zo. Zij gaan er onderuit, dan is je minder glad op het gras. Oh, okay. Even meer grip. Ik ga de koersen vandaag filmen. En waar gaan ze in die beelden naartoe? Die gaan dan vervolgens gaan ze naar de koersbus. Daar worden alle beelden worden, ja, die worden geschakeld en er worden allemaal graphics overheen gezet. En dan gaan de signalen gaan vervolgens naar de monitor hier op het veld. En dan gaat een signaal naar de uplink. Om vervolgens via de satelliet te worden bekeken. Dat zijn verschillende zaken. Ik doe meestal het dopingsonderzoek. Als er een paard gewond is, moet dat verzorgd worden. En als er twijfel bestaat of een paard kan koersen, ja of nee, dus er wordt mijn mening ook gevraagd om te bekijken of de paard inderdaad aan de koers kan deelnemen, ja of nee. Dopingscontrole dus, dat is enkele paarden per koersdag. Het kan één paard zijn, het kan er vier paarden zijn dus, maar dat bepaalt het draverijcomité bepaalt welke paarden dopingsonderzoek moet gebeuren. Onderweg zwieten we met de staart. Ja. Dan kan hij zomaar de teugels pakken. Daarom hebben we de staart vast. Als je hem aanknijpt, dan kan hij verschrikken. Die bandages, waar dient dat voor?
Dat is voor op transport, voor op de wagen. Dus dat hij zich niet, niet passeert. Okay, dat is gewoon ondersteuning eigenlijk. Ondersteuning. Benen. Dus met de race heeft hij dat Heeft hij ook wat op. Dan heeft hij achterkamasje. En dan noemen we dat hier bij de kniekamasje. Nou, dan ben je klaar mee als je daar niet komt. Je rijdt namens een sponsor van zo'n race. Ja. En dan krijgt de winnaar een zakvoer. Ja. En dan moet ik natuurlijk gelijk de mensen zijn naam even in beeld brengen. Gelijk een aantal debutanten aan de start. Onder nummer 1 Abel Fly AB en Rick Hebbingen, de man in vorm. Start over 3 minuten. En heel goed aan de buitenzijde begonnen. Abano Crown die ligt derde. Ja, het een beetje probleempjes hier aan op de baan. En Arie zegt van, gaan we nog een keer proberen op gras? Nee, oh! Okay. Zij zijn hier bij de huldiging. John, het is de eerste overwinning van Ali B. Moeten we nu uit de conclusie trekken dat hij zeer geschikt is voor gras? Ja, ik heb hem eigenlijk helemaal alleen op gras. Boos op zij, gaat dan beginnen aan de ronde. Dames en heren, heeft u allemaal John Westerling, Ali B. Automatic Frisia leidt op de tweede plaats uit full speed en die gaat van de benen. Dat is de favoriet die daar springt. Op de derde plaats daarachter ligt Zambrotta Toscana. Ook vast aan de reling Yannick Meadow. Daarachter Jupiter Diamant. En Erik van den Berg is wat van plan. Hij kijkt over de schouder. Hij ziet dat er nog één paard achter ligt. Zelina Freo. En hij gaat straks in de aanval met Jupiter Diamant. Maar dan wacht hij nog even de bocht uit. Daarachter Zambrotta Toscana. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. En Hans van der Horst aan de buitenzijde zet de aanval in. Maar aan de relingzijde is er ook ruimte. Zo gaan ze op weg naar de streep. Automatic Frisia gaat winnen. Automatic Frisia. Tweede plek voor Icoon. En derde Zambrotta Toscana. De prachtige overwinning van Automatic Frisia. Een beetje lastig, hoor. Ik ben hier als lokenburgemeester. Maar ook als wethouder sport en recreatie. Dus ik ben erg enthousiast, ook als wethouder sport, dat we zo'n prachtig evenement hier weer in Hilversum hebben. Als klein jongetje ging ik vroeger wel eens naar de drafbaan in Hilversum. Helaas is de drafbaan toen verdwenen. Maar eigenlijk is die hele sfeer die we toen hadden in Hilversum, die is weer terug. En een fantastisch weer vandaag. Dus ik ben heel blij dat we deze prachtige races hier hebben, absoluut. Ja. U gaat zo ook nog een prijs uitreiken. Ja. Wat voor prijs is dat? Dat is de prijs van de gemeente Hilversum. Wij ondersteunen als gemeente Hilversum dit evenement. Onder andere door ook een prijs ter beschikking te stellen. Dus dat wordt straks een hele leuke race, hoop ik. Super de signé. Op de tweede plaats daarachter wordt sterk gehouden. Zeno Summerlet. Aan de buitenzijde komt Waikiki Sycamore naar voren. De favoriet met Elko Kool. En die komt uit op de tweede plaats. En daarachter aan de relingzijde Anki Kaap. Dan Eibert Ling. Dat is eigenlijk geen speedpaard. Dat is een tempopaard. Dus gaat Ruud Pols nu naar het derde spoor. Waikiki Sycamore is als eerste in de laatste rechte lijn. Wat zou dat mooi zijn voor Elko Kool als hij hier wint op zijn eigen baan. Natuurlijk moet er bezuinigd worden in Hilversum, dus we moeten kritisch naar het geld kijken. Maar wat mij betreft kijken we toch hoe we volgend jaar ook dit weer kunnen ondersteunen. En we gezamenlijk weer een prachtig evenement kunnen neerzetten. Ja.